Mijn beste vrienden, all over the world. Prrr, Maribo groet u met een gronta biggie, respecti, brassa, krimpraxerie. Puur natuur. U kent het wel. Heren en familie, de afgelopen week was er één waarbij een plastic held zich heeft kenbaar gemaakt aan de Surinaamse gemeenschap en aan de hele wereld. Een plastic held, beste vrienden. Iemand die zoekt naar erkenning. Iemand die er alles voor doet om in het nieuws te raken. Ze noemen het publiciteitsgeil. Ja, moest maar zijn krasje. Hoe kon je naar nieuws toe? En het meest wrede daarvan hebben we kunnen meemaken. Deze jonge man heeft vermoedelijk een jonge dame gered van een poging tot zelfdoding. U weet, in deze tijd is het springen van de Bosjebrug een rage geworden. En de man schijnt op tijd te hebben ingegrepen, zodat we een jonge dame hebben kunnen behouden in Suriname. Beste vrienden, op zich is dat best een hele goede daad. Maar wat het verfoeilijk maakt, afschuwelijk maakt, is het feit dat deze man zijn heldendaad heeft gefotografeerd, heeft laten fotograferen. Ik kon de jonge dame horen huilen. Ik zal die video niet tonen. Nee hoor. Doe ik niet. Er zijn genoeg mensen die het al hebben rondgestuurd. Ik doe er niet aan mee. Beste vrienden. Foto en stem van het huilende meisje, de huilende jonge dame. En de held. Ja. Die held was niemand minder dan zijn excellentie. Beste vrienden, het woord excellentie, is me nog nooit bij stilgestaan wat dat betekent. Dat betekent excellent. Excellent in daden. Excellent in denken en doen. Excellent in ethiek. In moraal. Excellent. Beste vrienden, deze excellentie heeft onderweg naar ergens de jonge dame huilend gefilmd in de auto en ons laten zien hoe held, hoe heldhaftig hij wel niet is en was. Beste vrienden, wat een zielige bedoeling. Wat een vertoning. We konden alleen ons afvragen, hoe ver gaat deze ellende doorzakken? Want wat de man gedaan heeft, is die jonge dame schande gezet.
aan de schaampaal genagerd. Is dat het heldendom? We hebben geleerd dat er zijn helden die hun daad niet als heldendaad zien, maar gewoon als een daad van menselijkheid. Ze zullen niet anders kunnen dan redden wat er te redden valt. Zij heeft een dier, zij heeft een mens, zij heeft een situatie. Ik ken er zelf één. Oh my God, ik ken er zelf één. Die tijdens de Bijlmerramp, het vuur is ingerend. En een kind eruit gehaald heeft. En vandaag helemaal verminkt is. Dat is een held. Dat is een held. Als je zijn naam niet kent, dan ken je zijn naam niet. Wanneer je hem ziet, dan weet je dat je met respect met zo iemand moet omgaan. Beste vrienden, wij hebben hier te maken met iemand die propaganda maakt voor zijn verkiezingen en voor zijn partij. Propaganda. Met een mens die deze plastic held zogenaamd heeft gered. Die andere vorm is, geef mensen geld en laat het filmen, laat het filmen, laat het filmen. Want iedereen moet weten dat ik geef. Pakkie, pakkie, pakkie. Geef, mevrouw, wat is er met jou? Hier zo, filmen hoor. Beste vrienden, dit is ziek. Dit is ziek. Dit is geen moraal hebben. Geen respect hebben voor mensen. Dit is mensen vernederen. Begrijpt u wat ik bedoel? Een van de wreedste filmpjes. Foto's. Die in het archief is. Is de ene foto van die vrouw. Die ook ging voor een pakket. En door de meute. Opzij werd geduwd. Een klap kreeg van de vrachtwagen. Waar die pakketten in zaten. En op de grond viel in de modder. Er was niemand. My God, er was niemand die er naar keek. Er was niemand die er een hand geholpen heeft. Iedereen was alleen maar bezig met het halen van die pakketten uit die auto. En die vrouw lag daar op de grond. Niemand heeft kunnen beseffen dat het je moeder kon zijn, je zuster kon zijn, je neef kon zijn. Is dat propaganda, lieve mensen? Maar laten we dit stellen. Wanneer helden echt bezig zijn, zijn ze geen helden. We don't need another hero. We hebben gewoon mensen nodig. Probeer geen held te zijn, maar probeer gewoon jezelf te zijn. Wees menselijk. Hou van die andere mens. En help zoveel en zo goed als je kan. Zo gauw je er iets meer mee doet dan helpen, ben je bezig iets totaal anders te doen. Beste vrienden, ik heb me een beetje druk gemaakt. En dit is niet wat we moeten doen. Nee. Mijn beste vrienden, kameraden, waar je ook bent, en zeker in Suriname en de diaspora, subscribe op dit kanaal. We hebben u nodig, want als wij er niet zijn voor elkaar, is niemand er voor ons. Help Suriname sterker maken.
help de Blaka Gadri. Maak het tot een etalagekast van kracht, van cultuur. Een etalagekast van ethiek. Beste vrienden, Blaka man kan meer dan hij ooit heeft gedacht in dit Suriname. Je kan veel en veel en veel meer. Overstijg het. Kom uit die modder. De biggie wakano. In onze omgeving zijn er een aantal voorbeelden. En ik garandeer u, u gaat steeds meer van die voorbeelden zien op dit kanaal. Om u te overtuigen dat dende. Om u te overtuigen dat ze alles kunnen wat ze willen. Omdat ze een eigen wil hebben. Omdat ze beseffen dat ze krachtig zijn. En omdat ze beseffen dat het leven maakbaar is. Ik moet zeggen, ik hoor net een tante zeggen. Ja, oom Paul na een lot. Mevrouw. You no abi lot. Alibi ano siribet. Het leven is maakbaar, dat want takkie. Jij kan van je leven maken wat je wil. Voed die kinderen op, die neefjes en nichtjes. Op een richtige manier, dan ga je zien wat ze kunnen. Dan ga je zien wat ze kunnen. Later. Paramaribo groet u, blijf denken en blijf ons ook ondersteunen. Suriname unite. If we don't unite, we are going to lose every fight. Every fight. Ik kom weer bij u. Tot later. Paramaribo groet u.